Drie keer eerder probeerden criminelen in onze provincie te jackpotten. Dit was maanden april vorig jaar. Deze beelden van de bewakingscamera zijn uitgezonden in bureau Brabant en Opsporing verzocht. Met een boor gaat de jackpotter de geldautomaat te lijf. Maar te vergeefs. Tot nu toe is er niet één succesvolle jackpot in kraak geweest. Tot opluchting van de organisatie die het betalingsverkeer in ons land regelt. Dat is natuurlijk best ingewikkeld, want als het simpel zou zijn, dan zou het dagelijks gebeuren natuurlijk. Want criminelen proberen gewoon bij dat geld te komen. Het feit dat er de laatste tijd geen succesvolle jackpot overvallen geweest zijn, geeft al aan dat dat dus niet zo simpel is. Maar toch lukt het soms wel. Dit zijn beelden uit de VS. Daar plegen criminelen wel succesvolle jackpot kraken. Maar die situatie is volgens Gijs Boudewijn niet met ons land te vergelijken. Hier zijn geldautomaten doorgaans van de bank. Dat zijn van de zwaarste types geldautomaten. Die hangen in beveiligde omgevingen met camera's. Als je naar Amerika gaat, dan staat in ieder klein winkeltje, daar staat ergens wel een gemaksgeldautomaat. Dat is al een kleiner type, een kwetsbaarder type. Die staan op allerlei, in allerlei hoekjes onder de keldertrappen, onder de wijze van spreken. Dus die twee factoren, denk ik, maken het gewoon makkelijker voor criminelen om daar wel toe te slaan. Toch is het volgens Boudewijn een utopie te denken dat de succesvolle jackpot in Kraak nooit zal lukken. Dat is een eindeloze wat we zeggen, wapenwetloop van de beveiligers versus de criminelen. En je kunt de slag winnen, maar niet de oorlog. De criminelen zullen proberen om erin te komen en dat gaat eens een keer lukken. En dan zullen we nieuwe maatregelen moeten nemen.